of love. And daar gaan we verder met de transitions. We hebben de left foot transition en de right foot transition. We doen dit vanuit de crab position. De crab position, we kennen hem nog. De handen wijzen naar achter. Ja. Ons achterwerk is niet tegen de grond, maar ook niet helemaal van boven. We laten het gewoon hier zijn. Ja, alright. Nu de right foot transition, hoe werkt die nu? We gaan onze rechtervoet onderdoor brengen en onze linkerhand plaatsen erbij. Ja, dan komen we eigenlijk terug tot beast position. Ja, als we gaan nu iets versneld doen. Right foot transition. Oké. Als ik nu de left foot transition doe vanuit crab position, dan zie je het er zo uit. Ja. Dus onze linkervoet gaat er onderdoor en onze rechtervoet plaatsen we bij de top beast position. Ja. We doen dit nog eens. Dit was de left en de right transition vanuit crab position.